Noordzijde is een heel rustig dorp waar iedereen in vrede samen kan leven. De misdaad lijkt er niet te bestaan. Het is daarom dat het dit verhaal altijd verzwegen is. Maar nu wordt het tijd om het te vertellen, omdat het zo gruwelijk was. De mensen spreken over een legende, maar iedereen weet dat het echt gebeurd is. Dit verhaal gaat over 10 kinderen die zijn omgekomen door een gruwelijke moordenaar. Wat heb je gedaan met voetbal? Gewoon met test 2. Met test 2? Ik wil me dood, kom eens anders doen. Kertje. Nee, verstoppertje. Ja, verstoppertje, wie telt? Ik zou dat wel doen. 8 tot 30 is dat goed? Ja. Oké, okay, kom, we gaan lopen weg. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. ...27, 28, 29, 30. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Hier aan de hand. Jongens! Jongens! Niet te ver! Het is genoeg geweest. Allee, hup! Kom aan, jongens, waar zijn jullie? Kom aan! Waar zitten jullie? Het is echt te ver! Kom aan! Geef toch een tik of zo, maar dit is niet meer leuk!
water komt tevoorschijn, nu meteen. Nu! Kom aan! Kom aan, kom tevoorschijn! Het is niet meer grappig! De moordenaar werd nooit gevonden en loopt nog steeds rond in Godzijde. De politie zet het onderzoek na 7 jaar stil en heeft nooit een verdachte kunnen oppakken. Hou je ramen en deuren dicht, want anders slaat hij misschien opnieuw toe bij jullie thuis.